kromme elleboogsteeg. Dat is een hele bekende steeg bij heel veel Haarlemers die actief waren in het Haarlems nachtleven. Maar wat gebeurt er hier dan in die kromme elleboogsteeg? Dat gaan we eens even bekijken. Want hier, in deze steeg, zit namelijk, of zat moet ik zeggen, Club Stalker. Stalker heeft namelijk de deuren gesloten. En wij gaan even vragen bij oud-medewerker en oud-eigenaar wat dat nou voor hun betekent. Het is misschien een beetje een rare plek als je zo rondkijkt. En misschien ook een rare man, maar we gaan er even vragen. Naast wie staan we hier en waar staan we hier? Nou, we staan in de oudste club van Nederland, tenminste dat was het. En hij staat naast Frits. Dus jaren hier gewerkt, 20 jaar lang. Hallo Frits, ja. Je hebt hier jarenlang gewerkt. Ja. En hoe zat dat daarvoor? Als bezoeker hier geweest, vanaf mijn 14e mocht ik hier al naar binnen. Er werd vroeger niet zo moeilijk gedaan over hoe oud je was. Dus vanaf mijn 14e kom ik al hier. Dat waren goede tijden. Dat waren hele goede tijden, ja. Maar niet te vergelijken met nu. Nee, hoezo niet? Nou, gewoon anders. Mensen wouden echt uit, omdat je anders wat miste, zeg maar. En er was gewoon heel veel behoefte aan om ook gewoon de stad in te gaan. Om te kijken wat er natuurlijk allemaal speelde, zeg maar. En als je dan een weekend niet was geweest, dan had je zoiets van, nou, ik heb toch wat gemist, weet je wel. Ja. Maar hoe zit het dan dat je op je bent hier dus op je 14 als eerst geweest? Ja. Hoe kom je bij deze tent? Hoe heb je ervan gehoord? Ja, we waren een groep jongens waar we altijd mee voetbalden. En die waren ietsjes ouder dan ik was. En die gingen natuurlijk op vrijdagavond altijd naar de Stalker. Ja, dan ga je op een gegeven moment vragen, waar gaan jullie naartoe, weet je wel? En naar Club Stalker, dat wist ik helemaal niet. Waar zit dat dan? Ja, in de Kromme Elleboogsteeg. Nou, dan begon je al te lachen van, ja, waar is Kromme Elleboogsteeg? Nou, dan kreeg je te horen dat het het laatste steegje was richting Grote Markt als je de Zijlstraat inging. Dus ben ik een keertje meegegaan met knikkende knieën hier naar binnen gegaan, zeg maar. Ik vond het heel eng. En? Ja. Hoe was het? Ja, te gek. Gewoon een soort shock eigenlijk. Dat je binnenkomt en dat je alles op je in moet nemen, zeg maar, weet je wel. Dus hij was heel spannend. En toen nooit meer weggegaan. Toen meteen je eerste avond een sneeuwwitje gedronken, of hoe zat dat? Ik kreeg 10 gulden zakgeld. En dan moest je 5 gulden entree betalen. En dan had je nog 5 gulden over. Maar je kon hier ook broodjes kaas kopen en ham. En dan was het vaak een broodje kaas en dan een chocomelletje. En daar gingen we de hele nacht op. Ja. Dat waren nog eens tijden. Dat waren nog eens tijden, ja. Later ging dat anders. Later ging het anders, ja. Beter? Misschien was dat in het begin wel beter dan later. Dus nee, gewoon te gek. Alles meegemaakt eigenlijk, hoe dat verloopt dan. En je groeit er zelf ook natuurlijk in mee. Dus ja, toptijd gehad hier. Ja, en op een gegeven moment zag ik een A4'tje aan een pilaar hangen met lichtman gezocht. En daar heb ik op gereageerd. En zo is het gekomen. Is dat omdat je ook wel affiniteit hebt met licht? Of omdat je dacht, ik wil hier gewoon werken? Nou ja, ik draaide zelf thuis ook altijd al muziek. En ik heb zeg maar die house scene ook vanaf het begin. Ja, het moment dat daar platen van werden uitgebracht, heb ik ze ook gekocht, zeg maar. Dus ik had altijd wel zoiets van, nou, ik vond het altijd wel interessant. Ja, en als je hier staat en op een gegeven moment ga je een beetje om je heen kijken. Dan zie je toch iemand daar iets doen en dan... Ja, dan staat iemand gewoon de hele nacht het licht te doen, zeg maar, weet je wel. Ja. Ja, en het leek mij wel leuk. Ik had zelf vroeger maakte ik ook lichtbakken en zo, weet je wel. Dat deed je gewoon thuis. Maar dit keer kon ik hier gewoon meteen aan de bak. Wat gaat hier gebeuren met het... Want de Stalker is nu dicht. Ja. Wat gaat er gebeuren? Er worden appartementen ingemaakt. Dus vanaf boven naar beneden. Het zijn 3 etages, zeg maar. Dus ik denk dat er 9 appartementen in gaan komen. En ik vraag me af of die mensen hier wel in slaap vallen als ze weten hoeveel duizenden mensen hier hebben gefeest. Dus het zal wel onrustig zijn als je hier een kamertje hebt. Ja, dat denk ik ook. Maar ja. is het beter of had je toch nog... Ja, we plakken echt heel erg. Ik ben eraan gewend. Okay. Maar is het beter appartement of zeg je van zonder Stalker had nog veel langer door moeten gaan? Lastige vraag. Ik vind het zelf wel fijn dat het eigenlijk wel over is. Want ja, je blijft nog wel af en toe komen, zeg maar. Maar ja, je groeit er, zeg maar, uit. En je kan het niet meer vergelijken met vroeger. En ja, door natuurlijk de omstandigheden met mensen die hier in de buurt wonen. Ja, dan gaat je geluidskwaliteit gaat naar beneden. Dus het was, ja, eigenlijk was het een beetje wachten tot het wel over zou gaan. Dat gevoel, zo'n gevoel had ik ook wel. Dus ja, en als er nou een nieuwe eigenaar in was gekomen, weet ik niet. Of ik heb juist... Het mooiste hieraan is dat je dus zeg maar gezamenlijk een boek dichtgooit, weet je wel. Het is een heel mooi boek geweest en je hebt de kans om hem ook dicht te klappen met z'n allen. En dat gevoel heb ik ook heel sterk gehad de afgelopen 1,5 maand. Dus dat vind ik wel weer heel mooi eraan.
Ja. Vooral dat jullie zelf besluiten om het boek dicht te doen. En niet noodgedwongen. Nee, precies. Ik bedoel, dat vind ik er echt super mooi aan. Ja. En dat hoekje, daar begon een DJ, daar stond daar. Dat was René de Horst, die is zeg maar van Chocolate Puma. Die nu best wel wereldwijd hitjes heeft en zo. En die stond eigenlijk bijna elke avond hier wel. En de club was ook een stukje kleiner, want de ingang was meer daar in de hoek. En de DJ-boot daarna is daar zeg maar daar in het hoekje daar gekomen. En op een gegeven moment is boven er ook wat meer bij betrokken. Dat was eerst zeg maar heel klein stukje was daar van de lounge, maar dat is ook groter geworden. Ja, in de loop der jaren wel wat dingetjes verbouwd en zo. Nou, dit was gewoon de dansvloer eerst. En nu hebben we een mobiele DJ-boot, dus we hebben het op verschillende plekjes gezet. Er was wat meer behoefte om wat variatie te doen, zeg maar. Dat je niet elke weekend hetzelfde had. En er werd vroeger heel veel aan decor gedaan. Er werd heel veel tijd ingestoken. En het was elke maand wel een compleet ander uiterlijk. En op een gegeven moment toch wat de entree is veranderd. De garderobe is verplaatst. En de lounge boven is er eigenlijk toen bijgekomen. En dat was een hele goede combinatie. We hadden beneden echt dance en boven hadden we hip-hop. En dat werkte prima samen. Je kon hier lekker dansen en dan kon je boven ook. En van allerlei soorten mensen door elkaar. Dus dat waren toen echt wel de mooiste tijden. Het stond echt altijd ramvol. Ja, mam, ik slaap niet thuis. Ja, het gekke plek. Wat ik een van de leukste momenten vond, was met Club Ringo. Het is een maatje van me, van ons allemaal, El Dider. Een beetje de dorpsgek hier. Die had altijd lol met hem. En die kreeg zijn eigen club. In de club. Dus we hadden daar in de hoek hadden we zeg maar een hele ronde gevel gemaakt. Met echt een luifeltje, met lantaarns eraan, weet je wel. En zo'n... soort klein etalage dingetje met allemaal foto's en een lopertje hadden. We hadden ook een portier daar, barpersoneel. En je kon daar naar binnen en dan werd je eerst heel kritisch aangekeken. Dus je was al binnengekomen ja. En dan werd je daar nog een keertje heel kritisch bekeken. Nou, dan mocht je dan naar binnen en dan stonden mensen daar gewoon te dansen. En wat leuke was dat wij dan zo in onze rol opgingen dat wij zelfs gingen klagen bij de DJ dat wij last hadden van hun. En dat afgelopen moest zijn, ja. Weet je wel. En ook wel eens een keer gehad die nacht dat we iedereen eruit gesodemieterd hebben, omdat ze niet gezellig genoeg waren. Maar er waren echt mensen die zaten echt van gepikeerd, van hoezo word ik hier eruit gegooid? Nou, jullie zijn niet gezellig genoeg, dus hup, eruit. Okay. En dan begonnen we daarna weer opnieuw. En we hadden daar een eigen tapje ook staan en het werd de prijs gewoon verdubbeld. Dus mensen waren echt helemaal door de war gewoon en we hebben het grootste lol gehad. Ja, ja, super. Ja, en het leuke was dat de dag daarna, dat was zondag, dan moest dus die eigenaar, die moest ook Eldari, die moest dan draaien daar in het hoekje en ik moest het licht doen. Nou, we waren natuurlijk nog niet helemaal nuchter de volgende dag, want we hadden natuurlijk een heel leuk feest gehad. Maar die club stond er nog steeds. En maar we hadden er ook een bellenblaasmachine in. En dat is wel een leuk verhaal. De bellenblaasvloeistof was op. Maar Dider, onze eigenaar, die dacht van ik heb wel een oplossing. Dus die had er bierontvetter in gedaan. En dat schuimde goed. Ja. Maar op een gegeven moment moesten wij natuurlijk hier draaien en ik moest het licht doen. Dus hij heeft de deur dichtgetrokken, maar hij had dus de deurklink in zijn handen. En die heeft hij in zijn kabeljasje gedaan. Nou, toen stonden wij met z'n tweeën daar, na 20 minuten hoorde ik echt zo op de achtergrond echt... Hey, boom, boom, boom. Ik denk, wat is dat nou, weet je wel? Dus ik om me heen kijken. En op een gegeven moment zie ik dus die gevel, van wat we zelf hadden gebouwd, zie ik dus elke keer heen en weer gaan. Dus ik denk, Dus ik tik daar eraan en ik zeg, heb je die deurkruk nog in je hand? Hij zegt, ja. Dus naar het deurtje toe gelopen, deur open gedaan. Nou, dan kwamen iets van 5, 6 mensen echt naar buiten, met allemaal schuim, met knalrode ogen. Weet je wel, dat soort dingen, dat vergeet je nooit meer. Nou, hier is het ook echt wel heel tof geweest. Echt, wat ik zeg, hip-hop een hele tijd. We hadden hier allemaal leuke zitjes langs de kant en dietje boetje, dat was helemaal te gek. En als je het beneden even zat was, kon je gewoon naar boven. Mooiste herinnering hier? Het is zo moeilijk joh, ik heb er zoveel. Ja, de mooiste herinnering is hier denk ik wel dat ik stond te draaien en dat mijn oudste zoon op een gegeven moment naast me stond. En dat voor de eerste keer was dat we elkaar hier ons pad kruisten, zeg maar. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Een paar foto's ook van, dus leuk. Ja. Wat deed dat met je toen? Ik te gek natuurlijk, maar ook zoiets van, misschien moet ik maar even, moet je dat er pas opzij gaan, dat je denkt van, mijn zoon die gaat hier nu rondlopen en misschien gun je hem ook zijn lol hier, weet je wel. En als je
vader dan toch ook rondloopt, dan heb je misschien zoiets van, nou, misschien loop ik bij hem in de weg. Ja. Maar het was eerder andersom, dat hij toch wel, zoals de laatste avond ook, maar heel even hier was. En zoiets had van, laat paar maar even gaan, weet je wel. Ja, dus ja. Heel bijzonder. Zoals je net al hoorde, werd er net koortsachtig geboord. En dat komt omdat ze dus aan het verbouwen zijn hierboven. En we gaan even kijken. We nemen wel gewoon de trap omhoog. En niet de glijbaan. Nou, dit is het dus. Dit, voor de mensen die er zelf nog zijn geweest, is dit niet meer te herkennen. Gigantische verbouwing. En de bedoeling is nu dat er appartementen komen, hier en hier. Met nog een dakterras. En hieronder komen ook appartementen. Maar... nogmaals, dit is niet meer terug te herkennen met wat het voorheen was. Hier hebben overigens nog daar in de hoek hebben mensen nog gewoond. Die kwamen dan ook gewoon zaterdag of vrijdagnacht kwamen ze thuis en dan liepen ze gewoon door de zaal van de stalker om naar huis te gaan. Het is misschien een beetje lastig voor te zetten, maar het is waar gebeurd, mensen. Het is waar gebeurd. En daar was het kantoor. Ook nog maar weinig van overgebleven. En de man die dit allemaal aan het slopen is, die heeft het hier zelf ook eigenhandig gebouwd. Zo'n 36 jaar geleden. En dat breekt hij nu allemaal weer af. Dus dat moet wel... Hij gaat het ook weer bouwen, overigens. De appartementen, die gaat hij ook zelf weer bouwen. Dus dat is wel bijzonder. Frits, wat is nou eigenlijk het stalkergevoel, het vrijheidsgevoel? Kun je dat omschrijven? Wat ik eigenlijk al aangaf, dat je dus gewoon altijd welkom bent. Hier maakt niet uit hoe of wat. Dat je gewoon kan zijn wie je bent. Kijk, dat is Flippy. Kom er even bij. Kom er even bij hoor. Wie is dit? Flip, dat is collega, vriend, alles door elkaar. Hi Fritsie. Hi Flip. Hi Flip. Wie ben jij? Wat doe jij hier bij de Stalker? Ik ben de huidige... laatste manager van de Stalker. En ik heb hier afgelopen zaterdag nog even een stiekem feestje gedaan. En stiekem ik kom, niet heel stiekem hoor, maar ik kom even mijn spulletjes ophalen. En gewoon binnenvallen wanneer je wil. Hè. Was het zo laat geworden zaterdag dat je nu nog even komt ophalen? Ja, nou ja, wel. Maar ja, het wordt hier altijd laat. Dat is toch wel de Stalker. Ja. Wat is voor jou het ultieme stalkergevoel? Ja, dat je binnen kan vallen wanneer je wil. Een familie, een huisje. Ik heb hier, als ik hier om me heen kijk, ik heb zoveel dingen hier gebouwd en zoveel mooie dingen meegemaakt. Met deze man ook. Ja, ik ga het ontzettend missen. Echt nog steeds. En daarom heb ik zaterdag hier nog eventjes een feestje gedaan. En ik hoop dat er nog een paar van dat soort leuke momenten komen. Waar je gewoon nog even in je huiskamer kan zitten voordat het echt weg is. En ja, dat... ik ga het godverdomme gewoon ontzettend missen. Ja, want hoe moet het nou verder, jongens? Is er een alternatief of niet? Nee, er is hier geen alternatief voor te vinden. Dus, het is gewoon de plek, jarenlang, de sfeer. Weet je wel, absoluut niet. Dat is niet mogelijk. Dit gaat Haarlem wel missen. Ja. Er is niks waarvan je zegt van dat zou nog een beetje kunnen vervangen of iets soortgelijks. Nee. Ik werk dan zelf ook nu in de patronaat en natuurlijk willen we daar ook wel verder gaan. Maar je kan het niet met elkaar vergelijken. Nee. Dus het is hier gewoon, het ademt hier ook gewoon naar feest. Ik denk niet dat je dat, en dat moet je ook niet willen ook. Nee, ik denk voor de Haarlemmers, ik denk iedereen vindt natuurlijk zijn plekje wel. Dat is toch ook wel horeca Haarlem. Iedereen vindt elke keer zijn plekje. Je begint in een bruin kroegje, dan ga je naar een club en je volgt je vrienden en je vindt je plek wel. Maar ik denk voornamelijk voor de mensen die hier gewerkt hebben en die hier echt wat jaartjes op de teller hebben gezet. Ja, dit vind je nergens. Nee. En wij gaan natuurlijk, hij werkt in de patro, ik ga de festivalwereld in. Maar dit wat we hier hebben neergezet, ik 11 jaar, hij 20. Ja, vanaf de 14e kom ik er al, dus heb ik alles wel meegemaakt. Weet je, dat super trots en dankbaar dat ik hier dat ik die tijd hier heb mogen maken. En nu gaan we door, maar dit zal altijd een plekje in mijn hart houden, absoluut. Ja, heb je dan ook het mooiste verhaal wat bij dit plekje in je hart hoort? Poeh,
Zal ik de pieptoon maken als je naam? Nee, ja, er zijn heel veel mooie verhalen. Ja, shit. Ik weet niet, ja, ik denk een van de mooie dingen die ik hier altijd wel heel raar en apart en gaaf vond van wat de stalker echt stalker maakt, was de slechtste nacht. Toen, in het begin snapte ik er helemaal niks van. Want ik kwam hier ook als 18-jarig broekie binnen en moest het ook allemaal leren. Maar de slechtste nacht was van 1 op 2 januari. Dus iedereen die dan net klaar en brak en gaar van oud en nieuw was, die kon dan hier op 1 januari naar de slechtste nacht komen. En het thema was zo slecht en fout en slecht mogelijk. Dus zo slecht mogelijk decor, zo slecht mogelijk licht en het slechtste muziek en de allerslechtste karaoke van Nederland. Ja. Waar als je te goed was, je gewoon uitgezet werd. En echt iedereen, ja, dat was, daar waren de regels die ontbraken. En dat was zo'n gekke plek. En als je hier, als je in Stalker je huis had, dan voelde je dat en dan snapte je dat. Ja. Maar hoeveel mensen ik niet gewoon binnen zien heb zien lopen en ook gewoon weer weg zien lopen van, wat is dit voor zootje? We hebben mensen eruit moeten zetten omdat ze het gewoon het niet begrepen. Ja, dat ze gewoon kwaad werden omdat wij zo aan het klieren waren eigenlijk. Ja. En ja, mensen die zich hadden ingeschreven voor de karaoke en dan stond ik dan al die briefjes van de naam en welk nummer ze gingen doen. Nou ja, dat ging dan het eerste kwartier, 20 minuten ging dat goed. Ja. En dan waren we vaak ook die briefjes kwijt, weet je wel. Of een klant nam het mee of zelf verloren, weet of je wel. Of kon het handschrift niet lezen. Ja, ook meegemaakt. Ja. En ook was opzettelijk dus een ander nummer aangezet, oh, omdat ja, het dus slechtste nacht. Je kan het niet verzinnen of zo slecht was het wel. Absoluut, ja. Dus er staat Tinker dan en die wil de Dancing Queen zingen en die krijgt de Bohemian Rhapsody. Vogeltjesdans of zo. Ja, het moet wel echt dan extreem slecht zijn. Ja, het moet wel echt slecht zijn. Maar ja, dat, daarom, en dat was elk jaar, was dat gewoon vaste prik. En dat, daar keek je naar uit, ja, en leefde je naartoe. Ja. Want je hebt natuurlijk gewoon die decembermaand, dat ben je 18, 19 dagen op rij open. En de harde kern, die pakt ze ook allemaal. Ja. En nou ja, dat breekt je helemaal op, breekt je aan alle kanten. En als je dan met zo'n avond mag afsluiten, ja, dat is dan gewoon voor het personeel en voor die familie bij elkaar. En dan gaat het ook gewoon helemaal zo gek als een deur. Ja, het was ook echt een avond waarop ook oude klanten, vrienden, kennissen ook weer eventjes kwamen, weet je wel. Die de normale dagen dan niet meepakten, maar dan, ja, slechts de nachten konden ze niet laten gaan. Nee. En dus die kwam je dan ook weer dan tegen, als je ze herkende. Want het was echt, iedereen deed echt zijn best om er heel anders uit te zien. Ik heb de programmeur hier, Arthur, die herkende ik niet. Terwijl ik daar bijna elke dag wel mee bezig was. Dat ik echt denk, wie is die gast dan daar, weet je wel? En dan kijk je op een gegeven moment en denk ik, nou, dat is hij gewoon. Dus dat was te gek wel. Ja, ja, zeker. Maar nou een heel ander puntje. Wat gaan jullie nou in 2020 doen met 1, 2 januari? Ja, nou, we waren al de laatste paar jaar zijn we ermee gestopt. Dus we zijn er een beetje aan gewend. Ja. Ja, vind maar zo'n locatie waar je stel van die gekken bij elkaar. ik zou het niet thuis durven te doen. Nee, absoluut. Nee. Nou, we hebben al wel een afspraak, zeg maar, omdat ik nu natuurlijk echt met die laatste generatie werknemers en echt met die harde kern aan het werken ben. Ik denk dat we wel 10 appgroep samen hebben. Maar we hebben wel afgesproken dat een paar van die key momenten, bijvoorbeeld een slechtste nacht, gaan we gewoon kijken van, hey, kunnen we het voor elkaar krijgen om het bij iemand gewoon af te spreken met elkaar. Want we hebben hier echt een mega emotionele paar weken gehad. En aan het einde heeft iedereen huilend om in elkaars armen gelegen van, shit, we gaan elkaar nu nooit meer zien. Ja, en ik ga er echt wel alles aan doen om gewoon te zorgen dat we in ieder geval een paar keer per maand of een paar keer per jaar gewoon een dag plannen van, jongens, we gaan naar elkaar toe. Dus er is al sprake over een Efteling uitje. En er komt nog een personeelsfeest aan. En dit gaan we niet vergeten. Absoluut niet. De deur is dicht. Einde van Stalker. Dit was het dan. De mooie herinneringen blijven, maar helaas is de Stalker wel echt dicht. Maar ik zeg het uit maar zo. Uit het oog, maar niet uit het hart.